Hallo, hallo. Goedemiddag. Het is 12:30. Ik ben gaan sporten. Ik ga de camera hier proberen te zetten terwijl ik mijn schoenen aan doe. Ik was gaan sporten vandaag met Femke. Die gaat ook in de Basic Fit in Hasselt. Dus die stuurde dat ze ging en ik dacht, oké, let's go together. Dus we zijn samen gaan sporten. Was wel leuk. Ik heb wel niet zo hard gesport als anders. Want ja, Femke kon niet volgen. Nee, is niet waar. We hebben gewoon eigenlijk ook wel veel gebabbeld. Maar het was wel leuk. Ik ga nu naar het centrum hier in Hasselt. Want ik heb met Celine afgesproken om 12:15. We hebben deze avond een event waar we maskers voor moeten hebben. Dus zo van die... ja, maskers, hè. En dat gaan we kopen. En daarna hebben we afgesproken met Sarah en Louisa van Pew Pew. Dus daar gaan we daarna mee eten, denk ik, deze middag. Allee, om 1:00 of zo. Ik ben ondertussen met deze hier. Hey girl. We zijn ook nog even gaan shoppen. Daar ben ik voor allebei aan het praten. En daar ben ik en daar. Hey. Ik ben ondertussen terug thuis. En Sammy ook. Sam is aan het werken, maar je bent er al van 1:00 zeker? Ja. Of zoiets toch? Ik ben om 1:30 of zo gestopt met werken, ja. Ja. Dan ben ik nog even rondgereden en ben ik naar hier gekomen. En hier ben ik even rondgereden, weet je. Ja. Want dat doen mensen. Een paar zaken regelen. Ah, oké. Sketchy. En we zijn allebei nog een beetje aan het werken, maar ik moet binnen 1:30 vertrekken naar Celine terug. Want we gaan naar een event van Lancôme. En ik moet mijn outfit en zondag zoeken en alles doen. Oh nee. Ik denk wel dat ik weet wat ik ga aandoen. Ik heb toch geen kleren, hè? Weet je wat ik ga aandoen? Iets heel sexy. Ik denk het niet. Jawel. Nee. Zeg, waarom niet? Het zijn alleen maar vrouwen daar. Ja, dat is van Lancôme. Dat is van parfum. De dresscode is gala, maar ook zo met kant en met zo'n dingen. Allee, zo. We krijgen daar allemaal zo'n maskers met zo'n kanten maskers. Celine en ik hebben er speciaal een gekocht, omdat er op stond op de uitnodiging: vergeet je masker niet. Sorry, Milky zit trouwens in de kattenbak, wat gehoord. Dus we zijn echt nog vandaag het stad af gaan zoeken voor een masker en hebben er gevonden. En nu stuurden ze net dat we geen masker moeten meebrengen, want ze hebben er aan de inkom. Maar ja, oké. Dan zullen we wel zien als we ons dragen of dat vandaag. We zullen zien. En ik ga denk ik voor een, ja, sowieso voor een hele zwarte outfit, maar we mogen een eigen twist aan gala geven. Dus ik ga voor een zwarte, hogere broek met hele brede pijpen wat ik nog heb. Ik hoop toch dat ik die nog heb, maar ik denk het wel. En dan zo'n body, maar zo'n kanten BH-achtige body. Als jullie snappen wat ik bedoel. Zo'n pakje wat je soms in de slaapkamer aan doet. Maar dat is tegenwoordig in, hè. En mensen dragen dat tegenwoordig overal. Maar wel geen see-through dat je heel met borsten of tepels of zo ziet, hè. Dat gaan we niet doen. Dus, maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik ook. Gaat je mee? Nee. Dan, nee. Als ik dat pakje aan doe. Nee, maar kom terug naar mij. Ja, ik kom toch deze avond hier slapen. We zijn aangekomen in Brussel voor de Lancôme Party. Het is hier echt super chic, echt super tof. To share that air with me, there's no promise that I won't keep. I'll climb a mountain, there's none too steep. When it comes to you, there's no crying
right now a little bit. How's everybody doing? Woo! It's still the make of the song. And the make of love home is doing well tonight. It's warm, but it's doing well tonight. I'm feeling good, DJ. DJ, check it out, check it out. Ik ben terug thuis. Het was een heel toffe avond. We hebben het 15-jarige bestaan van de Hypnose Mascara gevierd van Lancôme. Wat echt super tof was. Het was kei chic georganiseerd. En ja, echt super cool. We hadden ook een kaartlegster die onze toekomst eigenlijk had voorspeld. Dus dat was wel echt zo even een gek momentje. Echt zo wel... Ja, raar, want wat hij zei, dat klopt toch wel. Wat? Oké, soms kun je wel zo denken, ja, dat kan voor velen gelden. Hey. En ja, het was echt wel een heel toffe avond. Super leuk dat we erbij mochten zijn. Maar nu is het tijd om te slapen, want ik moet morgen vroeg op. En hier is al iemand die stikkapot is. Hè, mister? Ja. Dus wij gaan slapen, hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.